Ik begin wel. We gooien het eruit. We gaan gewoon een beetje lullen, kijken waar het heen gaat. Marcel die komt naar mij toe en die zegt, Tom, ik heb een nieuw spelletje ontdekt. Wauw. Hij is als de ware gamejournalist in hem, is hij in één keer gewoon een spel gaan spelen. En dat is Master X Master. Of yes. Master versus Master? Nee, Master X Master. Je moet het echt ook niet Master 10 Master, het is geen Latijns. Nee, het is Master X Master. Oké, en dit is dus een MOBA, à la, zoals je het wel kent, een LOL, een Heroes of the Storm. Mike die heeft er al een keer een previewtje van gedaan, want die zat al in de, ik geloof, open beta destijds. Nou, dit is de alpha. Dit is de alpha pas? Ja, dus hij is... Maar de game ziet er al best wel compleet uit. Hij is best wel alpha. Weet je, net zoals Heroes of the Storm, die ook een jaar lang in alpha was? Ja, en Killing Floor, die echt gewoon anderhalf jaar in early access was, maar toen eigenlijk al best wel, Anyway, Master X Master, leg even in het kort uit, wat is die game ongeveer? Nou, het is een MOBA, net zoals je net al zei. Je speelt met de verschillende Champions of Heroes, of hoe dat heet. Ik denk dat ze deze keer Masters heten. Ja, nou, oh ja, wauw. Trouwens, hoe doe je dat zo? Ze spelen daar met verschillende Masters tegen elkaar. En het unieke aan deze MOBA is dat je twee Heroes tegelijk speelt, want het is Master. X-Master! Kijk, daar zit het hem in. Maar, je kan met één keer scrollen kun je wisselen van heroes of masters. Zodat je zeg maar verschillende combinaties kan uitvoeren. Je kan mensen blinden, dan wissel je en dan kun je weer stunnen. En dan kun je mensen zo in elkaar lokken, zeg maar. Het zorgt voor hele interessante skills, patronen, zeg maar, die je kan doen. En alleen, het ziet er weer uit als een MOBA. Dus eigenlijk het speciale, een beetje wat ze hiermee proberen te verifiëren, of wat is het, te variëren van een standaard MOBA, is dus dat je dus kan wisselen. Maar verder is het natuurlijk wel gewoon met lanes, verschillende rollen, verschillende klassen en die isometrische perspectief. Precies, precies. Er zijn een paar aantal unieke dingetjes, zoals bijvoorbeeld een marktplaats, er is een shop, je kan met mensen samenkomen, dat kan bijvoorbeeld niet met League of Legends of wanneer is het Storm. Vervolgens zie je ook een co-op campaign doen met z'n allen, dat je samen kan gaan knokken. Ja. Dus op zich, het heeft wel een aantal vernieuwende aspecten, maar om nou te zeggen of het echt... ik weet niet, ik kreeg niet zo'n wow gevoel erbij, zeg maar. Toen ik de gameplay zag, toen dacht ik eigenlijk een beetje van... ik ben natuurlijk niet echt een heel groot MOBA-man, maar ik zou gewoon zeggen, 13 in een dozijn, dit lijkt wel heel erg veel op bijvoorbeeld een Heroes of the Storm. Dat idee had ik ook, en dan vooral dat ze zeg maar verschillende karakters pakken uit andere games van NCSoft. Het is van NCSoft trouwens. Ja, dus dan krijg je Guild Wars, Lineage, Wildstars. Wildstar natuurlijk, allemaal dat soort dingetjes. Ja. En er zitten al een aantal nieuwe karakters bij, maar ja... Weet je al, woehoe, een man van steen. Oh, dit is de eerste keer dat we dat zien. Wow, top, prijs voor originaliteit. Design, echt, wow. Oh, straks komt er ook nog een man van gras of zo. Oh nee, een boom. Wow. Laten we niet te creatief doen, jongen. Dan blowen we echt minds. Ja. Maar dus ik denk dat dat wel een beetje jouw nasmaak eraan is. Dat je denkt van, het lijkt wel heel erg veel op de dingen die Heroes of the Storm bijvoorbeeld ook doet. Daarom, en ik ben natuurlijk heel erg van de e-sports en ik wil graag dat dingen competitief heel goed uitgewerkt zijn, heel gaaf zijn. Mm-hmm. Alleen, ik krijg bij dit weer het gevoel van, zeg maar, ze proberen het wel, maar het komt er niet echt. Ik denk dat ze het niet gaan redden ten opzichte van Blizzard. Nou ja, de markt is wel een beetje verzadigd natuurlijk. Het is, MOBA's zijn er nu in alle vormen en maten. Ze zijn allemaal free-to-play natuurlijk. Er is best wel wat competitie in die hele game daar. Dus het is wel... Gaat deze het redden, ja of nee? Want dit is alpha, het ziet er al vrij aardig af uit. Maar als het dan toch al voelt zo van... dit hebben we al gezien. Ik had trouwens wel nog wat issues met mijn muis. Oh, oké. Dan moest ik hem even restarten, want ik bleef maar iedere keer naar de andere kant op schieten uit zichzelf. Super handig. Super chill als je erin bij zit en denk ik, wat zou nou schieten we die kant op? Ja, dat is wel wat League en andere MOBA's natuurlijk beter doen. Gewoon goede muissupport. Ja, weet je, je kon trouwens wel kiezen of je wilde spelen met de BASD of met je muis. Oké. Okay. Oh, dus je kan lopen met je muis, net zoals in Diablo bijvoorbeeld. Okay. Je kan rechtklikken. Of je kan met WASD lopen. Maar verschilt dat van andere MOBA's? Want nee, dat kunnen toch ook League allemaal... is alleen met de muis hoor. Oké, okay. dat is wel scheef dan. Ja, zoals Storm ook. Kan niet met WASD. Oké, dus dat is wel fijn dan dat je daarin nog een beetje variatie hebt. Ja, maar je skills zitten erboven, zeg maar. Dus je moet of zo denk ik dan gaan spelen en mikken.
Ik weet niet, er komt een hand tekort. Ja. Nou ja, het is misschien wel leuk om co-op te spelen dat jij twee handen doet en dan kom ik met één handje nog erbij voor de skills. Dat zou een e-sport zijn, ik zou kijken. Ja. 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 Zo, twee mensen, één stoel over elkaar, schouder ja, bij elkaar op schoot. Dat is e-sports die ik ook wel zou kijken. Dat wordt heel intiem ook. Ja, ik kan het zeggen. Maar oké, dus Maastricht, hebben ze al een beetje een heel plan van wanneer die game echt uit gaat komen? Of is het zo van, we laten hem lekker in alpha, dan een keer beta, dan zien we wel weer. Ik kan zeggen, de alpha is net voorbij, was maar een weekje. Oké. Okay. Dus we zien dat hij net zoals bij Heroes of the Storm 6 maanden in alpha is, achter elkaar, zeg maar. Nee, oké. Nou ja, verdere releases, die zitten waarschijnlijk wel aan te komen. Maar die worden om zoveel tijd worden die bekendgemaakt op de website. Oké. Okay. Alleen, ik wil me wel iets meer erin gaan verdiepen, zeg maar. Ja, maar is nog er, meer is, gaan is, kijken is er, en kijken is wat precies is. Oké, okay, ja, sowieso in de gaten houden. Maar is het ook echt van, als je een mobile fan bent, van dit moet je echt in de gaten houden? Het is wel van, we zullen, dat jij even gaat afkijken of iedereen of het nog wel de moeite waard is straks. Ja, voor mezelf ben ik wel iemand die zegt, maar, als iedereen speelt, nou dan oké, okay, de groepsdruk doe ik ook wel mee, weet je wel. Oké. Okay. Maar het is een leuke afwisseling als je het helemaal klaar bent met League of Legends, Heroes of Storm, Blizzard, zeg maar. Je denkt van, fuck dat, of League of Legends, geen zin. Dan is dit een heel leuk alternatief. Want het heeft al unieke dingen, het heeft al vette futures. Ja, het is gewoon een co-op, dus hoe gaaf is dat? Dat ja, is League of Legends kan in feite ook co-op, want je kan ook gewoon 5 vrienden uitnodigen. Met ja, oké, okay, maar vijf tegen een team gaan. Een co-op campaign, ja, dat is toch wel weer leuk bedacht. Dus okay. Ja, oké, okay, misschien in de gaten houden, maar ja, niet te veel van verwachten als je al een aantal MOBA's kent. Ja, meer van hetzelfde. Meer van hetzelfde, dat is ook echt de tagline. Marcel Schakeraad, gamers.nl, meer van hetzelfde. En C-Soft nog even iets harder werken en dan zien we in de toekomst wel of Master X Master een ding gaat worden. Zo, het is een nieuwe dab is dit, hè? Ja, het is een... Oh. Ik vind het meer een soort Power Rangers dingetje. Dat je denkt van... Power Rangers? Ja, we gaan transformeren of zo, weet je. We gaan combine! Takai! Beetje X-Factor zo.